paardrijden doe je natuurlijk niet in een normale outfit. Daar heb je een geschikte outfit voor nodig. En wat er allemaal bij komt kijken, dat weet Judith van Ruiterstad in Oorschot. Hey Judith. Hey Anouk. Ja, ik ben erg benieuwd. Ik heb natuurlijk een paardrij-outfit aan. Ja, dat klopt. Maar wat heb ik precies aan? Nou, je hebt een cap op, handschoentjes en een rijbroek. En wat heb je nou echt nodig bij het aanschaffen van een outfit? Dat je ten eerste oplet dat je een goed passende cap hebt. Een fijne broek die aansluit, die niet te los zit. En die rijbroek, hoort die nou echt zo strak te zitten? Dat is tegen het doorrijden en je hebt er een lederen stuk op zitten. En dat is voor de meer grip te hebben in je zadel. Ja, is paardrijden nou eigenlijk een dure sport? Nee, je kunt het eigenlijk zelf zo duur maken als je zelf wil. Je hebt ook voor weinig een heel leuk outfit. Ja, we staan nu tussen de broeken in allerlei kleuren, soorten en maten. En wat is er nog meer? Er zijn laarzen, chaps, spullen voor de paarden. Maar als je het leuk vindt, kunnen we even bij de caps gaan kijken. Goed idee, gaan we doen. Ja, er zijn wel veel verschillende caps. En wat kan je me eigenlijk vertellen over een cap? Nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende modelletjes. Bij deze bijvoorbeeld kun je de binnenkant eruit halen en wassen. Deze is ook verstelbaar in de maat. Dat is bijvoorbeeld bij die cap die je nu op hebt, is 1 maat. Dus die moet ook echt passend zijn. En waarom is een cap belangrijk? Je zit natuurlijk heel hoog op een paard. Dus als je er afvalt, is het voor je eigen veiligheid natuurlijk wel belangrijk dat je iets op je hoofd hebt. Zeg, Salinero, wat denk je ervan? Zullen we een ritje gaan maken? Ik ben er namelijk helemaal klaar voor.